Goedemorgen allemaal. Welkom bij de vijfde les van de cursus Chemische Thermodynamica. We gaan vandaag verder met de entropie. Daar hebben we vorige les hebben we het daarover gehad. Mochten daar overigens nog vragen over zijn of over huiswerkopgaven, geef het dan uiteraard weer even aan in de chat. En er komt vandaag een nieuw begrip voorbij, de Gibbs-energie. Waarin de enthalpie en de entropie gecombineerd gaan worden om een uitspraak te doen of reacties wel of niet verlopen. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Nou, allereerst, wat hebben we vorige les behandeld? De tweede hoofdwet van de thermodynamica hebben we toen behandeld. Die stond centraal en dat was het begrip entropie. En die entropie die zegt iets over het verloop van een proces. Welke richting het uitloopt of een proces al dan niet verloopt. En die tweede hoofdwet die luidt dat bij een spontaan proces de totale entropie toeneemt. En entropie was een maat voor wanorde. Hè? Dus als we van een vloeibare toestand naar een gastoestand, of, gasvormige toestand gaan, dan neemt zeg maar de wanorde van het systeem toe. En dat is wat een systeem graag wil. Hè? Dat is dat hele begrip entropie. En die tweede hoofdwet die luidt dus, we spreken van een spontaan proces. Een proces verloopt spontaan als die totale entropie toeneemt. En die totale entropie, dat was ook even belangrijk. Hè, want we konden pas zeggen dat een proces spontaan verloopt als delta S totaal dus groter is dan 0. En die delta S totaal die is gelijk aan delta S systeem plus delta S omgeving. Dus we hebben de entropieverandering van het systeem nodig en de entropieverandering van de omgeving nodig om een uitspraak te kunnen doen over of het proces al dan niet verloopt. He, want die samen zijn delta S totaal en als delta S totaal groter is dan 0, dan pas weet je of het proces verloopt of niet. Toen heb ik ook al gezegd, dat is niet altijd een handig criterium, omdat er in dit geval, hè, dus om een uitspraak te kunnen doen of het proces verloopt volgens het begrip entropie, we moeten ook steeds naar de omgeving kijken. En wij focussen ons op, over het algemeen natuurlijk op systemen. Hè, wat ik al zei, wat er in een reactor plaatsvindt of in een extractiekolom. Hè, wij zijn gefocust op hetgeen wat in het systeem plaatsvindt. Dus het is niet altijd handig om dan ook die entropieverandering van de omgeving te moeten berekenen. Nou, en daar gaan we vandaag op verder. We hebben vorige week dus gezien dat een proces spontaan verloopt of in evenwicht is als delta S totaal groter of gelijk is aan 0. Als die groter is dan 0, dan verloopt het proces spontaan. En als delta S totaal gelijk is aan 0, dan is het op evenwicht. Die delta S totaal is dus delta S systeem plus delta S omgeving. En we weten dat delta S omgeving gelijk is aan min delta H systeem gedeeld door T. Dat hebben we vorige les ook gezien. Dit is de entropieverandering van de omgeving. Als ik deze term nou hier invul, hè, dus ik vervang delta S omgeving door hetgeen wat hier staat, dan krijg ik de volgende vergelijking. Delta S totaal is gelijk aan delta S systeem min delta H systeem gedeeld door T. En die moet groter of gelijk zijn aan 0, wil het proces verlopen of wil er evenwicht heersen. Nou, als ik nu deze term, die delta S systeem, vermenigvuldig met T gedeeld door T, en dat mag ik doen, want T gedeeld door T is gelijk aan 1, dus ik mag dit gewoon vermenigvuldigen met T gedeeld door T. En waarom doe ik dat? Is zodat ze dezelfde noemer krijgen, dus ik kan ze dadelijk in één term zetten, dus dat zul je hier ook zien. En dan krijg ik deze vergelijking. Delta S totaal is gelijk aan min delta H systeem min T maal delta S systeem gedeeld door T. En die moet groter of gelijk zijn aan 0, wil het proces spontaan verlopen of op evenwicht zijn. En dus wat ik heb gedaan is hier met T gedeeld door T vermenigvuldigen. En ik heb alles even vermenigvuldigd met min 1. Vandaar dat je hier die delta H systeem dat hij zo geschreven is. Delta systeem min T maal delta S systeem. Hij staat er iets anders uit dan wat hier staat. Waarom ik die nou zo schrijf, is omdat die delta H systeem min T delta S systeem, die hier binnen de haakje staat, die kan alleen groter of, delta S totaal, die kan alleen groter of gelijk zijn aan 0. Als hetgeen wat hier binnen de haakje staat, kleiner of gelijk is aan 0. Ik hoop dat jullie dat zien. Hè? Deze delta S totaal
die wil je groot of gelijk hebben aan nul, want dan verloopt het proces of is het op evenwicht. En dat is alleen mogelijk als de term die hier binnen de haakjes staat, delta H systeem min T maal delta S systeem, kleiner of gelijk is aan nul. En deze term, die delta H systeem min T delta S systeem, het eerste voordeel daarvan is nu, we hebben hem omgeschreven als functie van hetgeen wat in het systeem gebeurt. Dus ik hoef nu alleen maar naar het systeem te kijken. Welke energieveranderingen daar plaatsvinden om een uitspraak te kunnen doen of het proces wel of niet verloopt. Dus we zijn van die term van de omgeving af. En dit delta H systeem min T maal delta S systeem is gelijk aan delta G. De Gibbs-vrije energie. En de Gibbs-vrije energie, die doet uiteindelijk een uitspraak. Dat is eigenlijk degene die uiteindelijk het uitsluitsel geeft of een proces wel of niet zal verlopen. En die is dus alleen een functie van hetgeen wat in het systeem gebeurt. En die Gibbs-vrije energie, die is eigenlijk, je ziet het al, die combineert de enthalpieverandering en de entropieverandering om een uitspraak te kunnen doen of het proces wel of niet verloopt. En dat is dus het geval als die kleiner of gelijk is aan nul. En dat noemen we dus de Gibbs-vrije energie. En de Gibbs-vrije energie is eigenlijk de energieverandering van elke component in het systeem. En daar gaan we dadelijk nog mee verder. Maar allereerst waarvoor we deze nou kunnen gebruiken. Dit is nou, ja, eigenlijk, we zijn nu in les 5, maar nu komen we eigenlijk eindelijk tot de clue van dit hele vak. Het spontaniteitscriterium, delta G. Delta G doet uiteindelijk een uitspraak of een proces wel of niet verloopt. En deze drie zijn dan van belang. Hè. Je kunt natuurlijk drie verschillende vormen hebben. Delta G is negatief, delta G is positief of delta G is gelijk aan nul. Delta G is negatief, dus kleiner dan nul, dan verloopt de reactie. En dat is dus wat je wil. Delta G is groter dan 0, dan verloopt de reactie niet of niet spontaan, of de andere kant op, zeg maar de andere richting. Of helemaal niet, dat kan ook nog het geval zijn. En de laatste is, als delta G gelijk is aan 0, dan is de reactie op evenwicht. En daar gaan we volgende les ook nog mee verder met evenwichtsreacties. Nou, we weten dus nu, samenvattend, hoe bepalen we of een proces wel of niet verloopt. Het verloopt dus spontaan als delta S totaal groter is dan 0. Dat hebben we vorige les gezien. En als delta G kleiner is dan 0. Dus eigenlijk samenvattend, ook nog even terugpakken de enthalpie. Die staat hier niet op deze slide. Maar een systeem streeft naar een delta H kleiner dan 0. Een verlaging van het energieniveau, verlaging van de enthalpie. Een delta S totaal groter dan 0. En een delta G, Gibbs-energie, kleiner dan 0. Dat is waar het systeem naar streeft. Nou goed, wij kijken dus in de procestechnologie naar systemen. Dus vandaar dat we over het algemeen met delta G gaan werken en niet met de totale entropie delta S. Omdat je daar ook de entropie van de omgeving nodig hebt. En dat is niet altijd handig. Wat nog wel belangrijk is om te vermelden, hier staat delta G kleiner dan 0. Dan weet je dat de reactie verloopt. In de thermodynamica bepaal je alleen of de reactie kan verlopen of zal verlopen, alleen niet hoe lang dat duurt. Hè. Dat heb ik al eerder gezegd. We doen binnen de thermodynamica geen uitspraken over de snelheid waarmee de reacties of processen plaatsvinden. We kijken alleen naar, kan die reactie verlopen of is die op evenwicht? Of als ik ga spelen met temperaturen bij een evenwichtsreactie, verloopt die dan misschien wel als die eerst niet verliep? Dus dat kun je hiermee bepalen, maar hoe snel een reactie zal verlopen, dat is het vakgebied van reactorkunde. Nou, als je nu eens naar dit rijtje gaat kijken, we hebben nu delta H en delta S kunnen combineren in de delta G, in de Gibbs-energie. En je kunt natuurlijk verschillende situaties hebben in je systeem. Je kan een negatieve delta H hebben, een positieve delta S. Voor elk van de vier situaties, hier negatieve delta H, positieve delta S, negatieve delta H, negatieve delta S. Als je die hier gaat invullen, bepaal nou eens voor jezelf, verloopt de reactie dan spontaan of niet? Nou, je dit weet en deze vier situaties hebt. Schrijf dat eens voor jezelf op, even een paar minuutjes de tijd voor. En wat je ook misschien zelf hebt gezien, er zit een temperatuursafhankelijkheid in. Hè? Dus die heer Gibbs, die heeft ook die temperatuursafhankelijkheid meegenomen in deze vergelijking, in dit verband, om te bepalen of het proces wel of niet zal verlopen. Nou, eerste allereerste situatie. Ik heb een negatieve delta H en een positieve
delta S. Als delta H negatief is en delta H positief, dan wordt de gipsenergie negatief. En een negatieve gipsenergie, delta G kleiner dan 0, betekent dat de reactie zal verlopen. En die zal ook spontaan verlopen voor elke temperatuur. Als ik de volgende situatie heb, ik heb een negatieve delta H en een negatieve delta S. Als ik dat hier invul in de vergelijking voor de gipsenergie, dan kan dat een negatieve of een positieve delta G opleveren. En dat is afhankelijk van de temperatuur. Hè, dat, deze, die T, die voor de delta S staat, die bepaalt hoe zwaar deze term zeg maar meetelt. Dus dat betekent dat bij een lage temperatuur heeft deze geen groot effect en zal delta G negatief worden. Dus dat betekent dat de reactie verloopt. Maar bij hogere temperaturen gaat deze term steeds meer een rol spelen en wordt delta G positief. En dan betekent het dat de reactie of het proces niet spontaan zal verlopen. Ja, dus hier zie je mooi die temperatuursafhankelijkheid. Als ik een negatieve delta H en een negatieve delta S heb, is het afhankelijk van de temperatuur. En bij een lage temperatuur verloopt het proces dan wel spontaan en bij een hoge temperatuur niet. De volgende situatie, ik heb een positieve delta H en een negatieve delta S. Deze positief, deze negatief. Negatief maal negatief wordt weer positief. Dus dat betekent dat ik een positieve gipsenergie zal hebben. En dat de reactie niet spontaan zal verlopen voor elke temperatuur. Deze T heeft verder geen effect op of delta G negatief zal worden. En de laatste situatie is twee keer positief. Delta H is positief en delta S is positief. Kan dus ook weer een negatieve of een positieve gipsenergie uitkomen afhankelijk van de temperatuur. Dus ook hier geldt weer die temperatuur die bepaalt hoe grote rol die positieve delta S zal spelen. En hier geldt dat als de temperatuur laag is, dan wordt het een positieve gipsenergie, wordt delta G positief en zal de reactie dus niet spontaan verlopen. En heb ik hogere temperaturen, dan levert me dat een negatieve gipsenergie op en zal de reactie wel verlopen. Dan gaan we even naar een volgende oefenopgave. Weer met tabellen, dus pak ze er weer bij. Hè. Iwald zei van de week al, dit vak is vooral heel veel opzoeken in tabellen, dat klopt. Dus nu ook weer een oefenopgave. Twee vragen aan jullie. De eerste vraag is, bereken de standaard enthalpie en entropie verandering voor de volgende reactie. En dus onder standaard omstandigheden, 298 Kelvin 1 bar. Dus je kunt de gegevens gewoon opzoeken in de tabel voor deze reactie. En bereken vervolgens delta G. Krijgen jullie even 5 minuten de tijd voor. Daarna laat ik de uitwerking ook nog zien. Oké, nou, ik hoop dat het gelukt was. Het was geen hele uitgebreide opgave. Het was weer even delta H en delta S bepalen bij standaard omstandigheden. Nou, je had te maken met een reactie onder standaard omstandigheden. Dus dan kun je de producten- en reactantenregel gewoon toepassen. Dus dat is wat hier ook gedaan is. Delta H, de enthalpieverandering bij 298 Kelvin en 1 bar, is gelijk aan het aantal mol van je producten maal de vormingsenthalpie van je producten min de som van het aantal mol van de reactanten maal de vormingsenthalpie van de reactanten. De vormingsenthalpie kon je opzoeken in tabellen. Dus het was in dit geval 2 keer de vormingsenthalpie van SO3 min 2 keer de vormingsenthalpie van CO2 min 1 keer de vormingsenthalpie van O2. Van zuurstof. Dus 2 keer min 395,2 min 2 maal min 296,6 plus 1 keer 0. De vormingsenthalpie van zuurstof is 0, ja, een element. En dan vind ik dat de enthalpieverandering voor deze reactie min 196,6 kilojoule is. En let op de eenheid, hè. Het is kilojoule, omdat ik hem vermenigvuldigd heb met het aantal mol ook. Nou, voor delta S, de entropieverandering onder standaardomstandigheden, geldt ook dat je de producten- en reactantenregel kunt toepassen. De standaard entropieën zoek je op in de tabellen ook weer en vermenigvuldig hem ook weer netjes met het aantal mol van iedere stof. Dus 2 keer de standaard entropie van SO2 is 256,2 min 2 keer 248,5. Plus 1 keer 205. En let op, elementen hebben dus wel een standaard entropie.
Waar de standaard vormingsentalpie gelijk is aan 0 voor elementen, hebben ze dus wel degelijk een standaard entropie. Dus let daar goed op. En dan vind je een delta S van min 189,6 joule per Kelvin. Dat is de eenheid van de reactieentropie. En bij vraag B moest je deze twee combineren om je Gibbs-energie uit te rekenen. En er stond hier al, maak een schatting van de Gibbs-energie bij 400 Kelvin. En gelijk even vragen jullie, waarom noemen we dat een schatting en is het geen exacte waarde bij 400 Kelvin? Ja, helemaal correct Niels. De reactie-enthalpie en de reactie-entropie reken je bij 298 Kelvin uit. Dus als je dat hier invult in deze formule en je neemt dan voor T die 400 Kelvin, eigenlijk zou je dan ook je enthalpieverandering en entropieverandering, delta H en delta S, bij 400 Kelvin moeten uitrekenen. En dat hebben we in eerdere lessen natuurlijk gezien hoe we dat doen, hoe we de reactie-enthalpie bij een hogere temperatuur uitrekenen. Dus dat moeten jullie ook kunnen. Maar in dit geval, als je hem op deze manier uitrekent, dan is het een schatting bij 400 Kelvin. En het staat hieronder ook al, hè. We hebben nu gesteld dat delta H en delta S temperatuurs onafhankelijk zijn, omdat we die bij 298 Kelvin hebben gepakt. Dus dan kun je alleen een schatting maken bij 400 Kelvin. Nou goed, als je dat allemaal netjes invult, de enthalpie die was in kilojoule, dus die is hier even omgerekend naar joule, omdat de entropie in joule per Kelvin is. Dus min 196.600 min 400 Kelvin maal min 189,6 geeft een Gibbs-energie van min 120,8 kilojoule. Dus zal deze reactie naar schatting bij 400 Kelvin dan verlopen of niet? Ja, die verloopt Niels, inderdaad. Want delta G is negatief, kleiner dan 0, dus dat betekent dat de reactie zal verlopen. Oké, gaan we verder. We hebben net gezien de enthalpieverandering en entropieverandering, die producten min reactantenregel. Dus hoe je de enthalpie en entropie voor een reactie uitrekent. Dat geldt voor de Gibbs-energie onder standaardomstandigheden ook. Voor een reactie bij standaardomstandigheden. Dan kun je dus ook voor een reactie die producten min reactanten regel toepassen. Dan bereken je de Gibbs-energie voor die reactie. Reactie Gibbs-energie, delta Rg wordt die hier genoemd. Die is gelijk aan de som van het aantal mol van je producten maal de chemische potentiaal van je producten. Daar gaan we dadelijk even op verder wat dat is. Min de som van het aantal mol van je reactanten maal de chemische potentiaal van je reactanten. Dus die N is het, de reactiecoëfficiënt van component I, wordt hier als voorbeeld genomen. Dus dat is het aantal mol. En die mu I, dit is de Griekse letter mu, dat is het chemische potentiaal van iedere component. En in Brown wordt voor die Griekse letter mu ook wel delta Fg gebruikt. In de tabellen die ik jullie heb gegeven, die uitgereikt worden bij het tentamen, staat het volgens mij beide. Even kijken. Ja, mu 0 is gelijk aan delta Fg 0. Dat is de tweede kolom. Ja, dus die mu 0, de chemische potentiaal van een component onder standaardomstandigheden, is gelijk aan de standaard Gibbs-energie, de Gibbs-vormingsenergie. Ja, die delta Fg 0 is de Gibbs-vormingsenergie. En in Brown wordt gewoon delta Fg 0 gebruikt. Maar die zijn dus gelijk aan elkaar. En die chemische potentiaal van iedere component, dat wordt ook wel de molaire Gibbs-energie genoemd. En dat gaan we zo zien wat dat dan betekent. Die chemische potentiaal, hè, als ik te maken heb met een systeem waaraan stoffen worden toegevoegd of verwijderd. En dat kan zijn bij een chemische reactie, hè, waar producten worden gevormd en reactanten worden omgezet. Hè, die reactanten die verdwijnen dan en de producten die worden als het ware toegevoegd aan het systeem, hè, die worden gevormd. Maar ook bijvoorbeeld bij mengprocessen, hè, als er twee stoffen bij elkaar gevoegd worden. Dan verandert van iedere stof in het systeem het energieniveau. He, omdat, stel er worden twee stoffen samengevoegd, dan verandert de molfractie van iedere stof in het systeem, omdat er meerdere stoffen in zitten. En het energieniveau van iedere stof, dat verandert daardoor. En dat is dus ook bij een chemische reactie het geval. En dat energieniveau van iedere stof, dat is die chemische potentiaal. Dus die chemische potentiaal, die drukt uit wat het energieniveau is van iedere stof en hoe die verandert als gevolg van een proces wat er in het systeem plaatsvindt. En of dat dan een mengproces is of een chemische reactie.
En voor iedere component in je proces ziet die energieverandering er dus als volgt uit. Dus die energieverandering, dat is die chemische potentiaal, die μI, wat ook wel de molaire gipsenergie wordt genoemd. Want die is namelijk gelijk aan de verandering van de gipsenergie van iedere stof in je systeem. En die gipsvrije energie, ja, dat is dus ook ja, de energieinhoud die iedere stof bevat en die dus ook kan veranderen als er een proces plaatsvindt. Gedeeld door het aantal mol van iedere component in je systeem. Ja, dus als je meerdere componenten in je systeem hebt, dan tel je al die chemische potentialen bij elkaar op om de totale energieverandering te kunnen uitdrukken. En bij een chemische reactie is dat dus deze regel, de producten met reactantenregel. Dus de som van de chemische potentiaal van alle producten min de som van de chemische potentiaal van al je reactanten. Die geeft de reactie gipsenergie en die geeft uiteindelijk aan of het proces wel of niet zal verlopen. Als er evenwicht heerst, dan is de chemische potentiaal van alle stoffen dus gelijk. Er treedt geen energieverandering meer op. En dat kan dus bijvoorbeeld ook zijn bij stofoverdracht. Daar zit ook eigenlijk thermodynamica achter. De stoffen transporteren zich van de ene naar de andere fase. Jullie hebben nu FTV2 ook, hè, waar je met stofoverdracht aan de gang bent. En die chemische potentialen die zullen daardoor veranderen, omdat er in de ene fase meer andere stof komt, waardoor de molfracties wijzigen. Maar op het moment dat de chemische potentiaal dus hetzelfde is van alle componenten in dat systeem, dan heerst er een evenwicht. Er vindt geen energieverandering meer plaats van al die stoffen in je systeem. Nou, gevraagd aan jullie is nu om voor de volgende reactie eens de verandering van de gipsvrije energie uit te rekenen. Onder standaard omstandigheden 298 Kelvin. Dus probeer dat eens voor deze reactie. Krijgen jullie 2 à 3 minuten de tijd voor. Nou, het is een reactie onder standaard omstandigheden. Dus om dan de verandering van de gipsenergie uit te rekenen, mag je hier ook weer de producten met reactanten regel toepassen. Want de standaard gipsenergieën die zijn dus bekend voor iedere stof in de tabellen. Dus ook hiervoor geldt die producten min reactantenregel. Je neemt de chemische potentiaal onder standaardomstandigheden van je producten min de som van de chemische potentiaal van al je reactanten. Dus als je dat opzoekt in de tabellen, vergeet hem ook niet te vermenigvuldigen met de reactiecoëfficiënt natuurlijk. 4 keer die van PCl3 min 1 keer die van P4 min 6 keer die van Cl2. Nou, als je die netjes had opgezocht in de tabellen, 4 keer min 269,6, min 1 keer 24,4, min 6 keer 0. En misschien is jullie nu dus ook al opgevallen dat de standaard gipsenergie of de standaard chemische potentiaal voor elementen ook gelijk is aan 0. Net als voor de vormingsenthalpie van elementen. En dus vormingsenthalpie en de vormingsgipsenergie of de standaard chemische potentiaal voor elementen is gelijk aan 0. En de elementen hebben wel een standaard entropiewaarde. Dan vind ik dat de gipsenergie voor deze reactie gelijk is aan min 1102,8 kilojoule. Ja, dus de eenheid van de gipsenergie is gelijk aan kilojoule. Ja, dus hiermee zie je ook dat je gewoon als je standaardomstandigheden hebt, de producten met reactantenregel kunt toepassen en de gegevens in tabellen kunt opzoeken. Nou, wat nou als we veranderingen in het systeem hebben, ook bij afwijkende temperaturen of mengprocessen waarbij stoffen samengevoegd worden. En we willen dan de energieverandering. Ja, klopt Ruben. De chemische potentiaal is inderdaad gelijk aan de gipsvormingsenergie. Bij standaard omstandigheden. Dus bij standaard omstandigheden hoef je hem niet te berekenen, die chemische potentiaal. Maar kun je hem opzoeken in tabellen. Dus dat is wat hier eigenlijk staat. Ja. Nou, wat ik net ook al heb gezegd is, de molfractie van iedere component in het systeem wijzigt als gevolg van de verandering die daar plaatsvindt. Als er een reactie plaatsvindt, dan verdwijnt de ene stof en de andere wordt gevormd. Dus de molfracties van alle componenten wijzigen. Bij mengen natuurlijk ook. Hè. Als er meer stof wordt toegevoegd, stof A en B zitten samen en er wordt meer stof A toegevoegd, veranderen de molfracties.
En als gevolg van een veranderende molfractie verandert natuurlijk ook de partiaaldruk van iedere component. Want we weten volgens de wet van Dalton, daar heb je hem weer, hè, dat is een beetje mijn favoriete wet, die komt volgens mij in elk vak terug. De wet van Dalton die stelt dat de partiaaldruk van component I, Pi, gelijk is aan de molfractie van die component maal P totaal. De totale druk die heerst in het systeem. Als die molfractie nou wijzigt als gevolg van een mengproces of een reactie, dan verandert dus ook die partiaaldruk, hè, volgens de wet van Dalton. Dus als we nu een relatie kunnen vinden waarbij die chemische potentiaal een functie is van de druk, en dan wel de partiaaldruk, hè, want die verandert als gevolg van een veranderende molfractie, dan kan dus de energieverandering van iedere component in het systeem vastgesteld worden. Hè? Want als gevolg van de molfractie verandert het energieniveau van een component. Dus als we een functie hebben nu waarbij de chemische potentiaal een functie is van de partiële druk, kunnen we voor iedere component in het systeem de energieverandering uitrekenen. Nou, daar gaan we nu naar op zoek. We gaan eerst de Gibbs-energie als functie van de druk en temperatuur. Dat verband gaan we nu zoeken. We weten dat de chemische potentiaal, mu i, gelijk is aan dg gedeeld door dn. Ja, dat heb ik net gezien, dus, of net laten zien. Die mu i, de chemische potentiaal, wordt ook wel de molaire Gibbs-energie genoemd. Hè? G gedeeld door n. Gibbs-energie gedeeld door het aantal mol. Die Gibbs-energie, die dg, die is gelijk aan de enthalpie min T maal de entropie. H min T maal S. Dat hebben we net ook gezien, hè, aan het begin van deze les. Dus ik zou die G, kunnen vervangen door H min T maal S. Maar we gaan nog even verder. Deze gaan we verder herleiden. We weten namelijk dat de enthalpie H uit les 2 gelijk is aan U plus P maal V. De enthalpie is gelijk aan de inwendige energie U plus P maal V. Dus als ik dit hier invul in de vergelijking voor de Gibbs-energie, dan vind ik dat G gelijk is aan U plus P maal V min T maal S. Ik heb deze nu vervangen, of die H heb ik vervangen door U plus P maal V. Nou, ik wil dan de verandering van die Gibbs-energie weten, dg, want die staat in die formule voor de chemische potentiaal. Dus dan moet ik dat voor deze hele vergelijking doen. Dg wordt dan du plus p maal dv plus v maal dp min t maal ds min s maal dt. Zo wordt dan deze vergelijking. Ik weet ook dat de inwendige energie du uit les 1 gelijk is aan dq min P maal dv. Ja, weet je nu, de inwendige energie was Q plus W. En W was gelijk aan min P maal dv. En als ik dan dus die verandering du wil weten, dan is dat dq min P maal dv. Dat weet ik, dus ik kan die vervangen door iets met een druk en volumeverandering. En ik weet ook dat de entropieverandering ds, hebben we in les 4, de vorige les, behandeld, gelijk is aan dq gedeeld door t. Hebben we vorige les gezien. En als ik deze dan even omschrijf, dus ik haal dq naar de linkerzijde en ds naar de rechterzijde, dan krijg ik dq is gelijk aan t maal ds. En dit wat hier staat, dat ga ik hier invullen voor du. Dus dan vind ik dat du, verandering inwendige energie, gelijk is aan t maal ds, die volgt hieruit, min p maal dv. En deze term, die ga ik hier inzetten. Dus dan vind ik dat dg gelijk is aan t maal ds, min p maal dv, plus p maal dv, plus vdp, min tds, min sdt. Nou, het is een hele lange vergelijking. En we zijn op zoek naar een verband waarbij Gibbs een functie is van de druk en temperatuur, hè, om daaraan te kunnen rekenen. Nou, van deze vergelijking, misschien zien jullie het al, valt het een en ander tegen elkaar weg. TDS min TDS, die vallen tegen elkaar weg. Min PDV plus PDV, die vallen tegen elkaar weg. Dus ik hou het volgende verband over. DG is V maal DP min S maal DT. En dit verband kun je gebruiken om de verandering van de Gibbs-energie voor een zuivere stof
uit te rekenen. We gaan deze nog iets verder afleiden, want we zijn op zoek naar de chemische potentiaal mu als functie van de druk. De veranderende partiaaldruk, die zegt iets over de energieverandering van alle componenten. Want die partiaaldruk, die verandert als functie van een wijzigende molfractie, volgens de wet van Dalton, wat ik net twee slides terug liet zien. En om dus voor iedere component in het systeem die energieverandering, oftewel de chemische potentiaal, uit te kunnen rekenen, zoek ik naar dit verband. Nou, als we even kijken naar die formule die we op de vorige slide hadden staan. Dg is V maal dp min S maal dt. Als we een isotherm proces hebben, dus als het proces plaatsvindt bij een constante temperatuur, dan geldt dat dg gelijk is aan V maal dp. Die laatste term valt weg, omdat ik geen temperatuurverschil heb. We weten die μi, die chemische potentiaal, is gelijk aan dg gedeeld door dn. En deze vervang ik, of sorry, die dg vervang ik nu door hetgeen wat hier staat. We weten nu bij een constante temperatuur dat dg gelijk is aan v maal dp. Dus ik krijg nu een functie, je ziet hem al een beetje verschijnen, μi als functie van een druk. Dus μi, de chemische potentiaal, is gelijk aan vdp gedeeld door dn. Voor component i. En v gedeeld door n, het volume gedeeld door het aantal mol, is het molair volume. Dat noemen we ook wel vm, het subscript m. Dus ik vervang die v gedeeld door n hier door het molair volume, vm. Nou, we weten uit de ideale gaswet hoe we het molair volume kunnen uitrekenen. P maal v is nRT, v gedeeld door n, het molair volume, vm, is gelijk aan RT gedeeld door p. Dus ik kan die Vm die hier staat vervangen door Rt gedeeld door P. Dan krijg ik deze vergelijking. Chemische potentiaal voor component I is gelijk aan R maal T gedeeld door P maal dp. Dus ik heb nu een functie waarbij de chemische potentiaal een functie is van de druk. Ik moet hem dadelijk alleen nog gaan integreren. Nou, als ik hem nu nog ga integreren aan beide zijden, we zijn er bijna. Over de grenzen P1 en P2, situatie 1 en situatie 2, waarbij situatie 1 altijd ons aftelpunt is. Dan geeft mij dat mu op punt 2 min mu op punt 1, dus eigenlijk ja, je delta mu, verschil van chemisch potentiaal, is gelijk aan R maal T, ja, want die heb ik voor de integraal mogen halen, omdat T constant is. Dus ik moest alleen 1 gedeeld door P integreren. Over punt 1 en punt 2. En dan vind ik ln P2 gedeeld door P1. En als ik die mu op punt 1, ons aftelpunt, nog naar de rechterzijde haal, dan vind ik dit verband. En hier waren we naar op zoek. Mu, de chemische potentiaal, op punt 2, hè, dus na een proces, na het mengen of na een reactie, die is gelijk aan mu 1 plus R maal T maal ln P2 gedeeld door P1. En deze, hiermee kunnen we dus voor elke component in het systeem, want dit doe je voor iedere component, de energieverandering, de chemische potentiaal, uitrekenen als functie van een veranderende partiaaldruk. Nou, ik ga nog even een klein stapje verder. Als we naar deze formule kijken, hè, die mu op situatie 1 plus MAT ln P op situatie 2, dus de druk op situatie 2 en de druk op situatie 1. Die situatie 1 is altijd ons aftelpunt. En dat zijn eigenlijk altijd standaard omstandigheden, omdat we daarvan de gegevens hebben uit tabellen. En dat hebben we ook voor de chemische potentiaal, dat hebben we net ook gezien. Dat is ook wel die standaard vormings-Gibbs-energie. Die vinden we in tabellen. Dus situatie 1 is ons aftelpunt. En voor de druk geldt dat dat dus 1 bar is, standaard omstandigheden. Dus de formule voor de chemische potentiaal, die wordt dan, die mu i, chemische potentiaal van component i, is je standaard chemische potentiaal, dus mu i 0. Ook wel die delta fg, zoals die in Brown staat, waarmee jullie net geoefend hebben om die reactie-Gibbs-energie uit te rekenen. Dat is deze, die kun je voor elke stof in je tabel opzoeken. Plus r maal t maal ln P2 gedeeld door 1, je aftelpunt. En dan wordt deze dus mu i 0 plus r maal t maal ln pi. Waarbij er even goed op moet letten, hier is 1 ingevuld, 1 bar. Maar onze SI-eenheid van de druk is natuurlijk pascal. Maar het gaat hier om een verhouding. Dus als ik P2 de druk in pascal neem,
gedeeld door 1 maal 10 tot de vijfde. Die 10 tot de vijfde, om hem om te rekenen naar Pascal, valt tegen elkaar weg. Maar hou dat even goed in je achterhoofd. Hier staat nu 1, maar de officiële eenheid natuurlijk van de druk is Pascal. Maar even naar deze functie. We vinden nu dat die mu i, de chemische potentiaal van component i, gelijk is aan je standaard chemische potentiaal, die je uit je tabel kan halen, plus r maal t maal ln pi. Dus dit is het stukje energieverandering eigenlijk wat je erbij optelt, hè, als gevolg van een mengproces of een reactie. Die mu i0, ja, dat zei ik net al, hè, dat is die standaard chemische potentiaal, die vind je in tabellen. En die pi, die partiaaldruk van iedere component, die is volgens de wet van Dalton gelijk aan je molfractie van component i maal p totaal. Dus uiteindelijk levert dat mij deze vergelijking op. Mu i, de energieverandering van component i, is gelijk aan je standaard chemische potentiaal plus r maal t maal ln ii maal p totaal. De molfractie van component i maal p totaal. Dus ik kan nu de energieverandering van die component, die chemische potentiaal, eigenlijk als functie van een veranderende molfractie, of hè, van de eindmolfractie, wat die dan is geworden na een mengproces of een reactie, kan ik met dit verband uitrekenen. En dat is dus wat hier eigenlijk nog eens herhaald staat, wat ik net heb uitgelegd. Hè. Dus bij een verandering in een systeem, als gevolg van een reactie of een mengproces, verandert de partiaaldruk, Pi, van je component, omdat de molfractie wijzigt, hè, want Pi is gelijk aan ii maal p totaal. Dus de molfractie wijzigt, daardoor verandert je partiaaldruk van iedere component. En met deze relatie kan de energieverandering van iedere component in je systeem vastgesteld worden als functie van die veranderende partiaaldruk. Waarbij de partiaaldruk al vervangen is door ii maal p totaal. En met dit verband gaan we volgende les ook verder. En gaan we aan de slag met evenwichtsberekeningen en bepaling van de ligging van het evenwicht. Dus tot zover even voor vandaag. En volgende les gaan we weer verder met deze vergelijking die nu in beeld staat. Ga ik het huiswerk openzetten. De paragrafen uit het boek die aansluiten op deze les zijn 14.12 en 14.13 van Brown. Een aantal huiswerkopgaven uit Brown weer en ook weer 2 in de PowerPoint. En die gaan vooralsnog alleen over die eerste formule waarmee we de les zijn begonnen. Die delta G is delta H min T delta S. Dus die ga je toepassen in deze 2 huiswerkopgaven uit de PowerPoint. En met deze vergelijking, daar gaan we dan volgende les mee verder. Dus daar zit nu nog geen huiswerkopgave over in. Nou, ik zal zoals altijd de stream nog even open laten staan, zodat jullie alvast kunnen gaan oefenen. En voor degene waar alles duidelijk voor is en die zelf lekker verder gaan, alvast een fijn weekend en ik zie jullie maandag weer.